Radenarlago, Maluku, Ole, Asale. Stichting, organisatie, kumpulan green, dan banyak lagi yang sibuk untuk membantu Maluku. Di tengah-tengah susunan struktur organisasi itu, terdapat juga bantuan pribadi atau secara oknum. Yang menarik perhatian kami itu aksi Nel Lutuperisa dari Pemerintah yang minta pakaian bayi untuk bawa ke Maluku. Kepada otomatulasi Nel ceritakan awalnya. Nou, het is eigenlijk 27 jaar geleden begonnen. Ik ging toen voor het eerst naar Maluku en mijn baas die gaf me 1000 gulden. En hij zei, Nel, dit is voor jou, doe er wat mee voor jezelf. Koop er iets leuks van. En toen zei ik, mag ik het aan de schoolkinderen in Ulab geven? Zo is het eigenlijk begonnen en op een gegeven moment ging hij met pensioen. Later is hij helaas overleden, maar ik heb het de keer van hem 1000 gulden was het toen. En nou, dat was 4 of 5 keer was dat gebeurd en later ben ik zelf gewoon doorgegaan tot en met heden. En ik ben begon met tenues kopen, schooltenues voor de kinderen. Daarna ben ik overgegaan op schriften, waardoor ik dus meer uit kan delen. En zoals vorig jaar hadden wij 7 kampongs gedaan. Suli, Hutumuri, Papiru, Ulat, Wasu, Tulihu en Kilang. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik het in de website had geschreven. En een paar mensen hebben wat geld gestuurd, waaronder een schooljongen van, ik weet niet, een jaar of... Ik weet niet hoe lang jong die is, maar hij kwam van Kilang en toen zei ik tegen hem, weet je wat, ben nooit naar je dorp geweest, dan deel ik daar ook schriften uit. En nou, dit jaar, eind van het jaar, dan doen we babykleertjes erbij. Het is geen kleinschalig hoor, maar we gaan proberen daar dan ook wat te kopen. Waarom babykleertjes? Omdat het klein is. En we kunnen alleen maar per persoon 30 kilo meenemen en dan nog de handbagage erbij. Dus ik neem altijd heel weinig kleren mee en andere spullen. En ja, op die manier, ja, en het is wel goedkoop, dus we gaan daar wel kopen. En ja, rijst uitdelen doen we ook. Koop ik op Ambon Bala rijst. Jij spreekt in de W-vorm. Wie is de ander? Oh, dat is mijn vriend, ja, sinds kort. Ja, maar dat is goed. Samen, ja. Dat is Henk Hoofjes. Ja, en samen met Henk ga je ook de dorpen langs. Ja. Hoe kom je aan die dorpen? Nou, ja, sommige dorpen, dan is er een band, dan is het een pella of het is mijn zatkampong. En Hutumuri, dat denk ik eigenlijk, had ik eigenlijk gekozen omdat... Tijdens de oorlog was Hutumuri had heel veel mensen opgevangen. Tenminste, dat hoorde ik dan van mijn neef en nichten. Heel veel van mijn familie waren ook naar Hutumuri gevlucht. En Suli, eigenlijk een van de gespreksleiders van de chatbox van Mijn Mooi Molukken, die is daar dan ook... Die had dan ook wat gegeven en ja, andere gespreksleiders. Dus, ja, het heeft dan een band, maar ja, dit keer dan ga ik, kies ik een ander dorp. Ja. En heb je nu nog genoeg babykleertjes? Wat voor soort babykleertjes moet je hebben? Dat mensen straks niet komen met dikke bollen, weet ik veel wat, hè? Of wel? Nou, ja, zo licht mogelijk natuurlijk. Kleine hemdjes, dat soort dingen, zodat het... makkelijker mee te nemen is. En waar moeten ze naartoe sturen? Ja, ze moeten natuurlijk geen container sturen, hè? Want je brengt geen container. Nee, dat doe ik niet. Nou, ze kunnen dus in de website van Mijn Mooie Molukken, daar kunnen ze dan een mail naar me sturen en dan geef ik het adres door. Wat is jouw website? Mijn Mooie Molukken. Oh. En dat kunnen ze vinden in de Maluku pagina links. Dat staat er bij de fotoboeken. Bij DLM, hè? Ja. Djangalupa Maluku. Ja. Dus dlm.org. Ja, er zijn natuurlijk zat mensen die zoiets doen, maar ja, alle kleine beetjes helpen, hè? Ja. Waarom verbind je je niet aan een organisatie?
veel makkelijker om particulier iets te regelen? Omdat ik met eigen ogen wil zien dat ze het echt in hun handen krijgen. Dat er niet iets blijft hangen ergens. Jij bent bang dat als een organisatie dat doet of een stichting, dat er altijd nog geld blijft hangen? Onder andere, maar ja, ik wil maar niet zeggen dat het zo is natuurlijk, maar ik zie het dan met eigen ogen en voor dat beetje wat ik dan doe. Ja, dan ga je naar vergaderingen en dat vind ik weer geld kosten. Ik bedoel, dat vind ik zo zonde van het geld. Net wat ik zeg, ik doe het kleinschalig. Maar krijg je de er zijn twee personen die mij, zowel met de website en chatboxen ook helpen, waardoor we dus mensen hulp krijgen van mensen. Dat zijn Nanda Sapoliti en Henkes Lewol. Die beide personen hebben mij in al die jaren eigenlijk... Ja, stand gehouden door... Dan krijg je bijvoorbeeld babykleertjes. Ja. Ga je dan naar een kampong, naar een negrie, of ga je huizen langs? Hoe doe je dat? Nou, je ik wou dit keer dus in ieder geval naar Sirisuri. En omdat ik gezien heb dat binnen een jaar, dat er zijn wel woningen opgebouwd, maar het is nog niet, ze wonen er nog niet echt. Sirisuri Christen en Sirisuri Slaan. Ja, Sirisuri Christen. Mm-hmm. Daar wilde ik wat uitdelen en dan kies ik een andere kampong erbij. En dan, ja, dat weet ik nog niet welk kampong precies dan wel. Ja. Hoe reageren de mensen als je daar bezig bent met uitdelen? Van schriften op scholen of tenues? Hoe is de reactie? Van Kusineel, Kalabisa, Baba Banya Banya toch? Nee, dat hebben ze nooit gezegd. Oh. Ik deel schriften uit. Het enige wat ik zie zijn grote ogen van die kinderen en een big. Het enige wat ik zie zijn grote ogen van die kinderen en een big smile. Mm. En dat is. En als ik de klas uitloop en ze hebben allemaal een schriften, dan zeg ik: later bye bye, spijt dat ik er jou bij bespaard is. Snel, bedankt voor uw bijdrage. En okay. Veel succes en sterkte. Dank u wel. Dag. Yo tanah Ambon, tanahku, bahkan pun tanah airku, di waktu siang pujaanku, dan waktu malam impianku. Oh Ambon, tanahku. Waktu fajar merekah dan siul burung terdengarlah tandanya sudah hampirlah siang hari yang indah. Gunung dan lembah lagi laut, sungai dan tanjung dan pantaimu, ku ingat itu dari jauh, menghibur hatiku.